Axel van de Stribiep. Van de Stribiep. Van de Stribiep. En daar gaan we weer voor een nieuw strippraatje. Dag Axel. Dag Paul. Vandaag is een thema door jou gekozen, een nogal bloederig thema. Wel, vandaag hebben we het over de oorlog in Vietnam in de strip. Vertel eens. De eerste reeks die heet Sam Laurie. En Sam Laurie is een soldaat die op een dag een kogel in zijn hoofd krijgt. Maar in plaats van dat dat zijn ticket naar huis betekent, wordt hij opnieuw naar zijn basis gestuurd. En hij krijgt visioenen waarin hij de dood van zijn medesoldaten ziet aankomen. Hallucineert hij, wordt hij gek, heeft de kogel zijn hersenen geraakt. In elk geval, zijn gave wordt niet echt geapprecieerd door de andere soldaten in zijn bataljon. De tweede reeks die heet Misty Mission. En dat is een verhaal dat een beetje verwant is met Deer Hunter. Die bekende film over de oorlog in Vietnam. Het gaat over twee vrienden die afzonderlijk naar Vietnam gestuurd worden. Maar hun lot wordt daar toch verweven. En zelfs wanneer ze erin slagen om terug naar huis te gaan, wordt het zeer moeilijk om zich opnieuw aan te passen en hun plaats terug te vinden in die veranderende Amerikaanse maatschappij. Ik heb ook Air America meegebracht. En dat gaat over die geheime vluchten van de CIA die men gebruikt om wapens, soldaten, om geheime vracht te smokkelen. Het gaat over de Black Ops, de clandestine operaties. En het toont aan dat de oorlog zich niet enkel in Vietnam afspeelde, maar bijvoorbeeld ook in Laos of Thailand. En de laatste reeksen voor vandaag zijn twee reeksen uit de collectie Vrije Vlucht. Tweemaal van de hand van Cosse. De eerste heet Reis naar Italië. En het gaat over twee Vietnam-veteranen, Art Dury en Ian Frischetti. Zij waren soldaten in Vietnam. Zij slagen erin om heel huids terug te komen. Maar ook lang na hun terugkomst in Amerika leeft die oorlog in hen voort. En de tweede reeks die heet Saigon Hanoi. En dat speelt zich af in Homer. Dat is een klein Amerikaans dorpje dat op oudejaarsavond ingesneeuwd is. En we volgen een Vietnam-veteraan en naar aanleiding van een documentaire over die Vietnamoorlog op de televisie en een vreemd telefoontje dat hij krijgt, wordt hij terug in de tijd gecatapulteerd naar zijn tijd als soldaat in Vietnam. Stripverhalen over de oorlog in Vietnam. Ze liggen klaar in de Stripbib in Meissen. En vertel nog een keer, Axel, wanneer is de Stripbib weer geopend? Je kan langskomen op maandag tussen 6:30 en 8, op woensdag tussen 3 en 4:30 en op zaterdagochtend van 10 tot 1. Kijk eens hoeveel momenten er zijn om strips te gaan ontlenen in de Stripbib in Meissen. Axel, bedankt voor jouw uitleg weer vandaag. Graag gedaan, Paul. Tot volgende week. Tot volgende week. Dat was Axel van de Stripbib. De Stripbib in Meissen vind je aan de Brusselse Steenweg 44.